Hartstikke tof dat je kijkt. Ik ben Nick, MMA trainer bij DFC en ik ben vandaag samen met Dwayne. En in deze video ga ik je laten zien hoe je een triangle choke kan finishen, zelfs al heeft iemand een korte, gespierde nek. Kijk met me mee. Voorheen deden we dat triangle choke als volgt. Dit is een beetje de oldschool manier, zeg ik altijd tegen mijn leerlingen. Kan met de gi, kan ook zonder gi. In dit geval pak ik beide sleeves. Gooi mijn guard open. Mijn knie komt door zijn bicep. Switch naar de collar. Ga door. Been eroverheen. Lok hem. Pak hem om zijn hoofd. Dit doe ik bewust snel, omdat ik je dadelijk een betere en effectievere manier ga laten zien. Op deze manier, jongens, zijn duizenden mensen gechoked. Ik zeg dus ook absoluut niet dat het niet werkt. Ik zeg alleen dat ik vind dat er een betere manier is. En die ga ik je zo laten zien. Hier pak je hem om je hoofd. Heupen gaan omhoog. En vanaf hier kan je finishen. Maar er zijn gasten met een korte, gespierde nek. Dwayne is daar een voorbeeld van. Die heeft een grote schouderkop. En daarmee, op het moment dat hij alles aanspant, zijn handen aan de binnenkant van mijn knie op te zetten en een tripod maakt. En juist dat mijn knie naar beneden duwt, wordt het heel lastig om hier die triangle te finishen. Nogmaals, het is niet onmogelijk, maar het is heel lastig. Oké, je hebt het allemaal. Op het moment dat je wat meer ervaring hebt, ga je gasten tegenkomen die lijken gewoon niet te tappen op een triangle choke somehow. 9 van de 10 keer grote gespierde gasten met een korte nek. Nou, de betere manier, wat mij betreft, zodat je ook ondanks je korte pootjes, zoals ik, toch die triangle kan finishen. We doen het precies hetzelfde als zetten. Knie gaat op zijn bicep. Hand gaat, of mijn been gaat om zijn nek, maar in dit geval, even een bevroren momentje, gaat zijn hand naar de andere kant. Daarmee voorkom ik dat zijn hand aan de binnenkant van mijn knie komt. Hier lok ik mijn benen alvast, ik knijp mijn knieën samen. Dit noem je zogenaamde trap triangle en dat voorkomt dat hij zijn hand hier onderlangs door gaat steken en de triangle weg is. Nu pak ik met één hand om zijn hoofd en nu komt het essentiële. Aan deze kant zit zijn schouder in de weg. En omdat zijn schouder in de weg zit, voorkomt dat, ik zal dadelijk een close-up laten zien, voorkomt dat de linkerkant van zijn nek wordt afgesloten, de bloedtoevoer wordt afgesloten en dat hij dus wordt uitgechoked. Dus ik moet die schouder, die moet daar weg. Hoe doe ik dat? Pak hem om zijn nek, zet mijn voet op zijn heup en mijn rechterhand komt of onder zijn arm, maar liever nog aan de binnenkant van zijn been, hier. Omdat ik hier die hand om zijn hoofd heb, kan hij geen posture maken, want als die hand daar dus niet is, gaat hij rechtop, ben ik hem kwijt. Dus ik heb die hand om zijn hoofd en hier, ziet er een beetje gek uit, ga ik wiebelen. Wiebelen. Ik zal hem dadelijk vanaf de andere kant laten zien, maar daardoor is hier die schouder is eruit. Je ziet dat mijn scheenbeen over zijn nek loopt. Vanuit daar is het heel makkelijk lokken. En hoe verder ik onder hem lig, hoe tijd het hier wordt. En dan heb ik hier heel die ruimte met mijn hiel, om mijn hiel naar beneden te brengen. En die choke te finishen. Oké, precies dezelfde choke, alleen nu vanaf de andere kant, zodat je kan zien wat ik met zijn schouder doe. Open, knie op zijn elleboog of op zijn bicep, pak zijn collar, gaat er langs, lokken, vast. Pak hem om zijn hoofd, zijn hand zit netjes aan de andere kant, voet op zijn heup, pak de binnenkant van zijn been en dan ga ik wiebelen met dit been. Nou zie je dat zijn schouder, mijn hiel is voorbij zijn schouder. Bam, en nou wordt die choke veel makkelijker. Dan merk je van oké, hij zit nog niet tijd genoeg, moet mijn hoofd meer onder zijn heup. Nou is het makkelijk om te lokken en dan kan die hiel helemaal vanaf hier tot hier naar beneden en let op het moment dat hij al tikt. Nog niet eens op 20%. Op deze manier, jongens, gaat het je zo ontzettend veel kracht sparen om die triangles te finishen en kan je zelfs al ben je lichter, kan je veel grotere en sterkere tegenstanders choken. Hartstikke tof dat je hebt gekeken. Mocht je nou wat aan deze video hebben gehad, vergeet hem dan niet even te liken. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat ook even. En mocht je 7 dagen gratis willen trainen op één van de DFC locaties, klik dan op de link hieronder. En wellicht zie ik je binnenkort op de mat. Doei.